allemaal gebruik maken van die ruimte en dat het iedereen zijn ruimte blijft. En dan pas durf ik te zeggen, welkom bij de afterparty. Amen. Ik weet dat we allemaal weg willen, maar ik wou toch nog even bedanken. Ik vond het een hele fijne avond. En ik heb hier bloemen. En zijn we trouwens heel erg uitgelopen, of niet? Niet. Nee. Huh? Nee. Nee, omdat het bloemenmeisje 10 jaar te oud was. Ik dacht, wow. Echt lang doorgespeeld. Maar echt zo, als je nu een wijf bent en je kijkt nu chagrijnig, mag je dood. Ja, dan. Ja. Ja, je weet wel wie je bent. Maar even kijken, ik geef dit altijd weg aan iemand die ik beledigd heb, maar ik heb niemand beledigd vandaag. Niet echt. Neem van mij aan, met het licht aan zie ik hoeveel kansen ik gemist heb. Maar ik zie hier eigenlijk één. Hier is. ik wou het jou geven, maar je bent al volwassen. En je hebt je kwetsbaar opgesteld. Maar ja, Jezus, man. Jezus, het werd tijd. Roemer, het is een beetje gay. Maar ik ga jou deze bloemen geven. Gewoon uit waardering. Ik vond het te gek dat je er was. En waar. Hoe kan dit nou harder zijn dan mijn applaus? En kom je hier ook vandaan? Echt uit Amsterdam? Nee. Nee, waar kom je vandaan dan? Eemnes. Eemnes? Ah, wat schatje. Kom je helemaal uit Eemnes hierheen? Wat ontzettend lief. En je vader, waar staat hij ook alweer? Ja, daar staat hij. Het was nog wel te doen voor hem, toch? Het was wel. Zeker. Ja, zeker, toch? Heb je in Eemnes een mooi huis gekocht voor je kind? Voor je. Ja, hartstikke goed. Wanneer heb je het gekocht? Een tijdje geleden al? Mooi zo. Dus niet in deze bubbel. Hartstikke goed. Goed gedaan. Boeien, ga ik dat ook nog vertellen. Ik heb laatst een huis gekocht en ik dacht dat het heel makkelijk was, maar het is nu heel moeilijk. Ik dacht dat je gewoon aan kon bellen bij een huis met een te koop bord. En dat je gewoon ding dong, hi, jij wilt dit niet meer, hè? Ik wel. Als jij nou hier gaat staan, ga ik daar staan, gooi ik al je spullen naar buiten. En geef ik later geld en zo niet, nou weet je waar ik woon. Maar zo werkt het helemaal niet, joh. Je moet allemaal dingen doen. Je moet naar de bank, naar de bakker. Een broodje eten tussendoor, het is heel. Weet je wat irritant is aan een huis kopen? Een huis kopen. Dus ik geef je gewoon naast jou even advies. Een huis kopen, weet je wat zo kut is? Als je een huis koopt, ineens hebben al je vrienden verstand van wonen. Iedereen weet, dit is upcoming, dat is upcoming, dit is upcoming, dat is upcoming. En weet je wat echt upcoming is? Niet heel veel geld hebben of verdienen. Een beetje een kuthuis moeten kopen in best wel een kutbuurt. Dat niet kunnen verkroppen van jezelf, omdat je natuurlijk ook dromen had vroeger. En dan in een soort paniek tegen al je vrienden maar zeggen dat die buurt heel erg upcoming is. Dat is heel erg upcoming. Maar goed, dat hoef ik jullie in Eemnes niet uit te leggen, geloof ik. En het mooie aan. Het mooie aan een huis kopen in Amsterdam, dat is dat dan krijg je te maken met Amsterdamse makelaars. En Amsterdamse makelaars, die zijn heel bijzonder. Die zijn namelijk helemaal gemaakt van kankerleier. Helemaal. Het begint hier. Ga zo hier en je houdt het op. Nee, het houdt nooit meer op. Makelaars kunnen niks. Ze kunnen op een scooter zitten en dan zo, ik kan in kringen verkeren. Ze kunnen niks. Ja, arrogant doen over alles. De hele tijd dat je denkt, ja, ik snap wel dat er voor mij ook 6000 andere mensen zijn die het huis ook willen, maar het zou je zo sieren als je af en toe deed alsof het niet zo was, want ik kom iets heel duurs halen, namelijk een huis, en dan doe je beleefd. Ik ben een klant, doe je gewoon beleefd. Een soort regel. Ik weet zeker dat zelfs in de fucking Hunkemuller kan ik nog heen en dan 4 uur lang strings uitproberen en dan 4 uur zo, ja, nee, ik vind het nog meer voor wijven. Doei. En dan nog zullen ze op een normale manier van, oké, als je ooit bedenkt, weet je ons te vinden of weet ik veel.
Maar makelaars niet, jongen. Ik bel aan bij mijn makelaar. En mijn makelaar die doet open. En wie zie ik? Harm. Harm. En ik schrik, want ik kom uit het Gooi. Harm zat bij mij op de basisschool in de klas. En Harm doet open. Helemaal in pak. Dus ik, ah, Harm heeft straf. Maar het is gewoon wat hij aan moet. En ik zeg, hey Harm, je moet me helpen dit huis zoeken. Hij zei, ja, sorry, ik begrijp je niet. Ik zeg, dit huis wil ik kopen. Ja, maar versta je niet. Ik zeg, dit huis wil ik, ja, maar je praat heel raar. Ik begrijp er helemaal niks van, je doet heel raar. Hij zegt, hé, maar, oh kut, ja, ik ben heel lang niet in het Gooi geweest. Hoe zei hij dat nou? Oh ja, hey gozer, ik wil die toko kopen. En hij zegt, ah, zeg dat dan. Nou, wij daarheen. Wij die toko kopen. Wij naar de tegenpartij. De tegenpartij heeft ook een makelaar. Je hebt natuurlijk twee nodig in zo'n proces. Voor het geval dat er één... weet ik veel. En op een gegeven moment, zij was een vrouw. En zij was niet helemaal gemaakt van kankerlijen. Dat geef ik eerlijk toe. Want zij had hier nog een heel groot stuk verwende hoer. Oude verwende. Ik was vroeger een beetje lekker. En daar heb ik gewoon mijn karakter een beetje op aangepast. Maar nu ben ik oud en ik ga ik niet terug veranderen. Ik hou van gewoon je wijn. En... je mag gewoon je telefoon aanzetten nu, hè. Ik dacht, het is gewoon leuk om elkaar nog even zo te spreken. Je mag ook gewoon weg. Ik snap dat je weg wil. Ik snap dat je bereikbaar wil zijn. Ga maar lekker weg. Het is toch leuk om elkaar even zonder dingen te spreken. Nou, oké. Okay. En... ik vind het zo leuk om jullie een keer in het echt te zien. Ja, ik ben echt gewoon even zo los. Nou, weet je wat... Ik bedoel niet, je mag van mij nu je telefoon aanzetten. Ik bedoel meer, vroeger, als je het nu aanzette en je werd gebeld, hoorde je door de boxen, hoorde je zo. Weet je nog, hoorde je zo, mie, 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 mie. Dat was gewoon een ding toen. Gewoon zo, mie, 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 mie. Dat is gewoon weg, snap je? Dat is, ik weet niet waar het is. Ik weet niet eens waar het probleem zat, of het in de boxen zat. Of in het, geen idee. Ik denk dat ze gebeld hebben met elkaar. Denk je niet? Gewoon gebeld. Mensen van de telefoons, hi met mij van de telefoons. Hi met mij van de boxenwinkel. Hey, ken je dat? Als je belt, dat je door de box zo mie, 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 mie. Ja, volgens mij ken ik dat wel. Ik werk in een boxenwinkel, dus ik had het net toen jij me belde. Keihard, door 6000 boxen. Oh ja, zullen we het weghalen? Ja, oké, okay, doei. Denk ik hoor, ik was er dus niet bij. Maar jij bent ook niet zo oud, toch? Hoe oud ben jij dan? Jij bent 18, wat leuk. En studeer je al, of studeer je nog niet? En hoe heet je dan? Aimé. Aimé, wat een prachtige, mooie Franse naam. En wat studeer je dan? Maar even serieus, wat studeer je dan? Wat zeg je? Biomedische wetenschappen. En zit je nu dan in het eerste jaar? En wat doe je dan? Wat doe je... wat kun je dan worden eigenlijk? Wat kun je dan worden? Hallo, hier ben ik. Als jullie lacherig doen, duurt het nog langer, hè? Wat kun je dan worden? Valt met jou niet te praten, merk ik. Maar wat ik wel zat te denken, even nu we het toch hebben, u gaat natuurlijk, hè, als een van de eerste hier dood. En dan zat ik te denken, hoe zou u nou dood willen gaan als u zelf mag kiezen? Hoe zou u willen gaan dan? Snel. Oh, nou goed. Wij hopen allemaal voor jou dat je heel snel doodgaat. Dat gunnen we hem toch? En hoe zou u dood willen gaan, meneer? U moet er even over nadenken. Oké, okay, ja, dat moet je zeker. Want er staan 1400 man op jou te wachten, gast. Nee, ik vraag het wel iemand anders. Je voelt druk die er niet is. Hoe zou jij willen gaan? Als het tijd is, hè? En wanneer, hoe oud zou je willen worden? Ja, 80. Ja, of 80? Ja, dat is wel mooi leer. Hoe oud ben je nu? 62. 62. Echt waar? Dan zie je het nog goed uit. Leuk man. Echt een lekkere gast. Ja, vind ik wel. Echt een mooi man. Is dat jouw vriend? Is je zoon? Echt waar? Hè? Maar ik zag jullie buiten helemaal tongen en zo. Nou ja, het is 2018, als het mogelijk. En hoe zou jij willen gaan, pretty boy? Hoe zou jij willen gaan als je dood ging? In je slaap? In je slaap? Ah, hartstikke goed. Ben je nu moe? Je moet het ook niet romantiseren. Mensen denken altijd in mijn slaap doodgaan dat dit is. Terwijl er gebeurt ook nog iets in je slaap waardoor je doodgaat. Dan is het meer zo... Oh, 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 oh.
En tot slot, hoe zou jij willen gaan, jongen? Ouderdom, ja, ouderdom. Dat is een hele goeie. Maar jij gaat nog lang niet, Roemer. Jij straalt onsterfelijkheid uit en jeugdigheid. Jij gaat nog lang niet. Jij hoeft er nooit aan te denken tot het moment er is. Ja? En maak er wat van in het leven. Want je bent het allemaal waard. Ja? Niet met de pet naar gooien. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Wat wil je doen? Wil je net als ik gewoon maar stoppen met school omdat je het allemaal niet interessant vindt en dan miljonair worden met iets wat je wel relaxed vindt? Is dat... Ja? Zo werkt het niet, Roemer. Zo werkt het niet. En ik las laatst op Wikipedia dat nijlpaarden 40 kilometer per uur kunnen rennen. En toen dacht ik, wauw, dat moet een soort schatting zijn, dat moet een soort schatting zijn. Want ik denk dat er nog nooit in de wereld een nijlpaard geweest is dat een uur gerend heeft. Waarom zou die... Ze zeggen heel vaak, hey Daan, heb jij maar één kind? Dat vind ik zielig, want dan leren ze nooit delen. En dan zeg ik altijd, hey, wat een mooie theorie. Maar ken je één volwassen gast die als je vraagt, mag ik een stukje, dat die zegt, ik wil wel, maar ik had nooit een broer of een zus. Dus ik snap niet hoe ik daar een stuk vanaf moet scheuren. Ontspan, ontspan, Eva Jinek, ontspan, ontspan. Je bent een vrouw, je bent geen man, ontspan, ontspan. Ik zag laatst op het jeugdjournaal dat de allergrootste kikker van de wereld in een dierentuin in Zuid-Amerika leeft. En toen dacht ik, hé, wat een leuk nieuws, wat een mooi nieuws. Maar hoezo is dat vandaag ineens nieuws? Ik neem aan dat die gisteren ook heus wel de grootste van de wereld was. Het enige wat ik kan bedenken is dat de allergrootste gisteren overleden is. Maar ja, hoezo is dat dan niet het nieuws? Die is nog veel bekender dan op één na grootste. Als ik uit eten ben, dan zeg ik tegen de ober wat van ik wil bestellen. Zegt hij, wat mag het zijn? En dan zeg ik, wat raadt u me aan? En dan zegt hij, waar hou je van? En dat schiet dus niet op. Want dan zeg ik, ik hou van biefstuk. En dan zegt hij, nou neem je die toch? En ik snap ook, wat moet die anders? Hij kan moeilijk. Ik zeg, ja, ik hou van lasagne. Ja, neem dan de soep, toch? Dat is ook heel raar. Als ik homoseksueel was, dan had ik een hele lange vriend. Ik was opposite attract en had er altijd één een probleem bij het 69e. En ik hoor jullie denken, hangt er vanaf wie er begint met pijpen. Inderdaad, daar hangt het een beetje vanaf. Daar hangt het vanaf. Ik denk dat ik gewoon altijd zo gewoon maar zou beginnen met pijpen voor de zekerheid. En als hij het lekker vond, ineens een soort halve ratslag zou draaien. Terwijl ik riep, forward, hoort maar. Eva Jinek, ontspan. Eva Jinek, ontspan. Je bent een vrouw, je bent geen man. En je Engels is heel goed. Oh, de uitspraak is heel goed. Oh, terwijl ik ook heel vaak denk, als ik een Amerikaan hoor. Het valt me helemaal niet op dat zijn uitspraak goed is. Dus blijkbaar doe je toch iets heel onnatuurlijks. Ze zeggen wel eens dat dikke mensen, die willen wel sporten. Maar het moet altijd iets zijn wat vanzelf gaat. En dan denk ik altijd, hey dikke mensen, waarom hou je niet twee emmers water heel lang zo? Als je toch al zo graag vocht vasthoudt. Ik was laatst op Schiphol. En toen zag ik in de vertrekhal een kofferwinkel. En toen dacht ik, hey wat handig, een kofferwinkel in de vertrekhal op Schiphol. Dat is handig, heel erg handig, voor als je in alle haast en stress per ongeluk al je spullen los hebt meegenomen. Eva Jinek, ontspan, Eva Jinek, ontspan. Je bent een vrouw, je bent geen man en je Engels is zo goed. Eva Jinek, Eva Jinek, Eva, oh, Eva Jinek, oh. Dit is een gek stukje, hè? Hoe moet je dit nou op je werk nou vertellen? Oh nee, we zijn hetzelfde, zelfde. This is my dessert to your life. Let the rest is my final reply. Ja, oké. Dit gaan we niet helemaal doen. Ik wou even zeggen... dat we nu als... Wow, hoor je dat? Wat gênant. Er is iets misgegaan met het geluid, waardoor jullie allemaal mijn echte stem horen. Ik zal hem even uitzetten, waardoor... zo! Wat ik wou zeggen. Kijk, we gaan nu
als 1400 individuen gaan we naar huis. Maar ga ook echt even naar huis. Ga even naar huis. Nee, maar dat meen ik echt. Even serieus. Gewoon even naar huis. Ja, accepteer dat de beloning was ons contact. Dat was de beloning. Neem een voorbeeld aan mij. Ik ging vroeger ook naar elke show, ging ik gewoon de stad in. En dan ging ik de gaten in mijn ziel weer oplopen vullen met nog grotere leegtes. Ja, nu ga ik ook gewoon meteen linea recta naar huis. Neem ik thuis nog één glas rode wijn. En dan neem ik nog één crackhoer met kaas. En ga ik volgende week pitten. Nee, en veel plezier ook met die ene gast die elke groepje altijd heeft. Die na elke show nog iets belangrijker gaat napraten over de show dan de show is. Die gaat dan, ja, ik weet niet, ik vond de vorige show toch beter. En dan gaan jullie sociaal wenselijk zijn. Oh ja, ja, jeetje, wat zeg je dat mooi. We weten toch veel van theater. We weten toch veel van iemand die zelf niks durft. Ja? Accepteer, accepteer. En wees rustig, het is afgelopen. Die persoon zit weer met zichzelf opgescheept. En bescherm jezelf. Weet dat wat hij ook zegt over vanavond, het verandert natuurlijk helemaal niks aan de show die we gezien hebben. En we hebben allemaal dezelfde show gezien. Ik geef toe, we hebben niet dezelfde boom gezien, maar we hebben wel dezelfde show gezien.